Soldaten, de transfermarkt gaat binnenkort weer open. En in deze video maak ik een team met de grootste spelers die van club gaan wisselen. Wat je hier ziet is zeker nog niet het team. Maar mij leek het een leuk idee om te beginnen met 11 spelers die ook van club gaan wisselen. Maar wat minder, zeg maar, grote namen zijn, de meeste. En wat ik ga doen is dat ik met iedere speler binnen dit team een goal moet maken. En dan mag ik die positie van die speler verbeteren naar de uiteindelijke kaart. Het wordt allemaal wel duidelijk vanzelf. De eerste tegenstander heeft niet zo'n heel goed team, maar nooit onderschatten, want wie weet is het wel een e-sporter. Boetius zat 4 jaar bij Mainz. En wie pikt hem nu op? Want het is een goede speler. Kan ook Rainbow Flix hier. Het is een open sollicitatie. Wow! Die bal die wordt gelanceerd. Zo Manchester uit. Ja, er is die 1-0. Geen mooie goal. Maar wel de eerste van de video is Raspadori. Mocht ik trouwens tegengoals krijgen, dan is iedere tegengoal min 1 upgrade. En ik mag maximaal 3 upgrades per potje doen. Fucking Fenwa scoort, ja. En dus eigenlijk nu heb ik 0 upgrades. Want anders dan zouden de... Waar is dit... Is dat Silice? Nou, oké. Okay. Maar anders zouden de tegengoals eigenlijk niks betekenen. Insigne, aardige pas. Moet erin. Gaat erin. 2-1. Het is Boetius. Nee. Oh, oh, oh. Die Akinfenwa, hè. Boetius raakt de lat. En een rebound. Insigne. Raspadori. Dit wordt een kans voor Dybala. Ja, ja, ja. 3-2. Insigne, randje buitenspel om de keeper heen. En oh, 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 oh. Ja, en dan gaat het lieve. Raspadori. 4 goals en een rage quit. Dus ik mag nu 4-2 is 2 upgrades doen. Jean-Paul Boetius is de eerste speler die dit team gaat verlaten. Want ik heb een Team of the Year kaart in gedachten. In Robert Lewandowski. Hij gaat misschien wel naar FC Barcelona toe. Heeft nog een contract voor 1 jaar, maar wil weg. En Barcelona, nou, die wil hem wel hebben. 98 credit, 430k. En gelukkig ook een center mid, want hey, dat past perfect. Ook Raspadori gaat eruit, want hij scoorde 2 goals. Dus dan wil ik hem vervangen. En trouwens, ik ga geen speler kopen, maar een speler uit de club toveren. Bij hem is het niet zeker dat hij gaat vertrekken. En Nkunku, alleen, weet je, hij scoorde zoveel goals. 4 keer speler van de maand geworden. Manchester United heeft interesse, las ik ergens. Cristiano Ronaldo, sui. En ja, nog een paar andere leuke spelers. Daar gaan we. Insigne heeft 99 pace. Wow, daar gaat hij. Rennen, 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 kom. En chippen. Nee, nee, nee. Lewandowski staat in de middencirkel. Geen idee waarom. Daar gaat hij. Leva geeft af. Goeie paas, zeg. Op Frank Yannick. De tank cashier. Sliding. Oh, dat is geen rood. Dat is geen rood. Dat is wel rood. Voor Schlotterbeck. Nou, nu heb ik een probleem. Sliding. Ja, cashier. En daar gaan we. Insigne. Goeie paas. En Lewandowski. Wie is dit? Geen idee. En Nkunku was het. En zo, tiki-taka op links of op rechts. Kan ook. Wow, wat een aanval. Insigne. 99 pace. Moet scoren. En mist. Rebound mist hij ook. En ah. Oh, Silice is te laat. Maar Ronaldo komt naast. Gelukkig. Oh, Lewandowski. Goed. Rennen, rennen, rennen. Kom, blijven gaan. En op rechts. De paas naar mijn rechtsback. Saint-Just scoort. En dit is een belangrijke, want spelers zoals hij kun je niet zo makkelijk upgraden. Buitenspel toch? Nee, oké, okay, het is 2-1. Ronaldo schiet voorbij aan Silice. Insigne ziet de ruimte op rechts liggen bij Saint-Just, de doelpuntenmaker. En steken, kans Dybala. Ja, 3-1. Sliding. Nou ja, Silice raakt hem aan, maar dat is niet voldoende om wie is dat af te stoppen. Al-Dawsari. Lewandowski, meegeven. Oh, wat een paas. Kom gaan, Dybala. Heel belangrijk moment. Lopje. En de 4-2. Ja, 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 ja. Hij blijft wel scoren, de Argentijn. Dit meen je niet. Dit meen je niet. Henderson. Oh, Dybala, er doorheen. Met links. Ja, 5-3. En we gaan gewoon door. Dus een hat-trick van de Juventino nog wel. Ruimte bij Insigne. En gezien door Dybala, komt hij aan. Insigne. Yes, yes, yes. 6-3. Saint-Just gaat naar de transferlijst toe. Want op zijn plek komt een Duitser. En deze is al bevestigd. De transfer, namelijk Antonio Rüdiger van Chelsea naar Real Madrid. Daar is hij voor 275k. Rüdiger met nu alleen maar 1 Duitse link. Volgende speler is
cachet. En hij gaat ook naar de transferlijst. Maar hier ga ik geen speler kopen. Wel eentje uit de club trekken. En dit vind ik misschien wel de moeilijkste van allemaal. Het is Kylian Mbappé. Als er één speler is waar gewoon zoveel over gepraat gaat. Gaat hij nu wel naar Real Madrid of niet? Nou, dan is het dus hij. En de laatste upgrade is Dybala eruit. Met een nieuwe Fransman erin. Pogba. En hij gaat eigenlijk wel zeker weg. Maar de vraag is waarheen? Wordt gelinkt aan een heel klein beetje Paris Saint-Germain. Maar voornamelijk zijn oude club, Juventus. 350k voor een Pogba die Hullet Gang stats heeft. Dus nou, eigenlijk best een aardige kaart. Dit is geen slecht team, maar ik heb inmiddels Mbappé. Dus ik ben wel klaar voor een wat grotere uitdaging. Ja, en dan is het 1-0. De goal van, wie was dat eigenlijk? Nummer 9, Puskas. Geen buitenspel voor Lewandowski. Oh, wat een goal zeg. Dit is heel erg knap. Uit die hoek met zo'n precisie kunnen schieten. Lewandowski, goede paas. In de diepte voor Mbappé. Die mag hangen. En hij hangt ook in de kruising als een raket. Lewandowski om de keeper heen. Penalty. Ja, de mogelijkheid om te scoren met mijn keeper. Willem links schieten. Gaat het proberen. Jasper Sillessen mist. Oh, oh, oh. Hier gaat Botman opeens. Botman. Oh, wat een kans. Renato Sanchez. Paas naar Insigne. Dan is het 3-1. En nu wel raak met een speler die sowieso wel zou gaan scoren nog een keer. Hij gaat lieven, denk ik. En dus, twee upgrades. Maar alleen Insigne heeft gescoord die nog een upgrade mocht. Dus 1 upgrade. Alleen maar Insigne. En voor hem in de plaats komt een speler die eigenlijk een, nou ja, best wel mooi shirt draagt. Mag ik dat zeggen? Ik vind van wel. Haaland, welkom in de ploeg. Hij is een spits. Nu een center mid. Heeft maar 4 chemistry. Maar ja, boeien of zo. Het is Haaland. Gaat uiteraard transferen naar Manchester City. Oh ja, de rode Nkunku. Wat vies veel geluk heb je dan gehad. Oh ja, wat een longshot. Het is Jorginho. Kan die ook scoren uit iets anders dan penalties? Goeie paas van Mbappé op Renato Sanchez. Die moet scoren eigenlijk. Renato, bam! Kup! Nee, oh, hij schiet hem naast. Ik sta weer voor lul. Haalt Sillessen dit nog? Nee, het is 2-0. Nou, Haaland? Zo. Haaland! En hij scoort. Is een knappe goal. 2-1. Nee. Oh mijn god, die Sillessen is zo... Haaland weer en raak. 3-2. Nog niet dood en begraven, schijnbaar. Sliding. Kijk eens, Nkunku. En nu Haaland voor zijn derde. Of geeft hij hem af? Pas. Goal. Come on. Lewandowski. Nee toch? Oh, wat. 4-3 achter. En 5-3. Ik ga leven. 3 keer gescoord. Maar ja, daar heb ik niks aan gehad. Volgende potje. Hij heeft 3 verdedigers. En ik heb Mbappé, Lewandowski, Haaland. Dus weer een doelpuntenfestijn. Alleen deze keer win ik. Oh, wow, wow. Botman eigen goal, volgens mij. Corner is genomen. De kopbal en Courtois rebound. Paul. Het is toch niet te geloven, dit. Voorzet, Renato niet. En door. Erling Haaland met de hak. Wat een soldaat is dit. Geweldige goal. En Mbappé naar Haaland met zijn typische renbewegingen. Naar binnen voor de finesse en de goal. Hier komt Mbappé aan. Die gaat schieten voor de 3-1. En nu hopen dat hij niet lieft. Want dan ga ik gewoon even een paar jongens in de spits zetten. Die moeten scoren. Kijk, Haaland linksback. Schlotterback in de spits. Daar komt Mbappé. Met een AK en een fake shot. Zoeken naar de juiste man voor de paas. En die is hier. Oh mijn god. Schlotterbeck, jongen. Wat doe je? Oh ja. En dan valt hij er hier wel in, natuurlijk. Sillessen moet komen en is te laat. Oh mijn god. Haaland, Haaland. Daar gaat hij. Mijn nieuwe linksback. Erling Haaland. Kijk eens. Versneld en geeft mee aan Renato Sanchez. Wat een goal zeg. Come on. Dit is helemaal te danken aan Haaland. Schlotterbeck. Ook hij nog. Ook hij nog. Yes, yes, yes. Sanchez is verkocht. En van die coins ga ik meteen zijn vervanger kopen op rechtsmidden. Angel Di Maria. En zijn beste kaart heeft 99 pace. En daar hou ik wel van. 153.000. Voor de Argentijn die gelinkt wordt aan Juventus onder andere. Dus hij komt erin. En de volgende man die weggaat is Schlotterbeck. Voor een speler die zijn teamgenoot gaat worden bij Borussia Dortmund.
tegemoet. En dat is Niklas Zule. Volgende potje tegen Benzema, Hazard, Dembele. Ja, dat lijkt ook weer niet zo goed. Maar ik ga niet van tevoren al zeggen dat het een easy win wordt. Di Maria komt naar binnen toe en kan finesse met links. Di Maria, come on! Haaland paast op Botman, die kan een beetje dribbelen schijnbaar. Botman! Oh, wow, wow, wat een kans. Lewandowski, Botman! Yes! Come on! Penalty, wat? Ik weet niet wat ik heb gedaan of zo, maar oké. Okay. Ja, Cillessen die, nou, stopt er niet met regelmaat eentje. Laten we het daarop houden. 2-1. En Mbappé opeens uit een corner. Die bal valt daar. Het is 3-1 nu. En Mbappé met de steekpaas. Nu breed. Nou, Chiellini. Oh mijn god. Ha, je staat daar gewoon. Loop hem erin dan. En daar is dan 3-2. Dus nu of proberen te scoren met Chiellini of de voorsprong vasthouden. Wat doe ik? Nou ja, Lewandowski. Chiellini. Nee, oh, dat was de kans. Dit was echt de kans. De snelheid bij Mbappé nu voorgeven. Lewandowski. Chiellini. Ja, hij doet het. Valt achterover. Heeft er zelf geen flauw benul bij. Maar kijk hem juichen. Daar gaat Chiellini. Hij stond nog op 3 chemistry daar, linksback. En hij was een centerback. Er komt ook weer een centerback te staan. Maar dat is een SBC-kaart van Leipzig. In de vorm van Josko, Gvardiol, Chelsea en Tottenham. Schijnen al een beetje hem in de gaten te hebben gehouden. Hier dus, ja, 95 Neuer. Maar ja, weet je, boeien. En dan nog Botman eruit voor een groene link naar Rudiger in Azpilicueta. Zijn winter wildcards, als ik die kan vinden. Helemaal onderaan. Hij wordt, als het goed is, teamgenoot van Cachet bij Barcelona. 29,7. Welke tegenstander krijgen we? En kan Cillessen, als ik die Haaland daar links staan, met zijn 1,94 meter in het... Oké, wow! Mbappé om de keeper heen en zoeken naar Cillessen! Daar is hij al! 11 minuten in-game en Jasper Cillessen scoort. Cillessen, de man van de video, gaat de club in voor Nick Pope en hij speelt al lang bij Burnley, maar het zou kunnen dat Burnley gaat degraderen. En ik ben er vrij zeker van dat als ze degraderen, dat hij vertrekt naar ja, misschien een Tottenham of ja, ik weet niet, gewoon een betere Premier League club die een keeper nodig heeft. Hier 19,7k. Dit hier is het uiteindelijke team geworden met een paar hele grote spelers. De Europese finales kiezen mijn team als je gewoon even hier zo klikt. Dankjewel en tot de volgende. Houdoe hè.